De basisscholen mogen dan in lockdown zijn. Het betekent niet dat het er rustig is op het moment. De scholen hebben hun handen vol aan de noodopvang, waar ouders uit cruciale beroepen hun kind kwijt kunnen. Steeds meer ouders maken daar gebruik van, ook in Eindhoven. Het lijkt net alsof meer mensen dan die de vorige keer dachten van ik doe het zelf, nu toch denken van ik laat mijn kind nu toch gaan. Het zijn pittige tijden om dat samen te organiseren, zeg ik heel eerlijk. En er wordt met mannenmacht gewerkt en er wordt super constructief meegedacht. Maar het is wel echt een dilemma. Door de drukte zou je haast vergeten dat de scholen ondertussen ook nog afstandonderwijs moeten geven en de zorg aan kwetsbare kinderen moeten besteden. Tel daar de noodopvang bij op en je begrijpt dat het inmiddels een aardige circusact begint te worden voor het schoolpersoneel. Ik merk dat dat op sommige plaatsen echt behoorlijk knelt. Hoe meer aanvragen je qua opvang hebt, hoe meer mensen je ook weer qua inzet nodig hebt. En die mensen kun je dan niet altijd inzetten voor de groep. Dus daar wordt heel creatief en heel zorgvuldig in gehandeld. Soms hebben de scholen hun twijfels of ouders hun kinderen echt niet thuis kunnen houden. Maar ja, wat doe je dan als ze aan de stoep staan om een kind af te zetten? Wanneer heeft iemand daar wel of geen recht op? Daar wil jij eigenlijk als directeur van een school, wil jij met een ouder helemaal niet in die discussie belanden. Dat is echt helemaal niet fijn. Niet alleen scholen vangen kinderen op, ook in de samenleving bieden verschillende mensen zich aan om kinderen op te vangen. Zoals de Eindhovense Esther Marks, die al langer van plan was om een gastouderopvang te beginnen, maar nu in het gat van de noodopvang is gesprongen. Ik hoorde van veel mensen in mijn omgeving van ja, het wordt nu wel lang, we hebben het wel zwaar. Als je een fulltime baan hebt en daarnaast ook nog een kind thuis, dan is dat best pittig. Dus ik dacht, nou, dan kan ik daar iets aan betekenen. We doen veel buitenspelen, knutselen, we doen natuurlijk ook samen eten. Er is ook ruimte voor de kinderen om te slapen. En gewoon vooral samen spelen. Binnenkort maakt het kabinet bekend hoe lang de basisscholen nog in lockdown blijven. Met het nieuwe muterende virus uit Engeland zou dat best nog wel even kunnen duren.